We zitten aan een nieuwe maandag, dus dat is een nieuwe podcast. De Blue Monday van het jaar, die hebben we bewust overgeslagen. Daar wordt niemand gelukkiger van. Wie betitelt dat ook? Hè? Welke maandag dat vandaag is? Geel, zwart, groen? Pff, geen idee. Crazy Monday. Crazy Monday. Voilà. Nummer van Toy. Oeh, last on a crazy Monday. Eerste, voilà. De luisteraars dat ook mee. Ja, en dan hoort je het al ineens, want ik skip liever ook ineens naar het belangrijkste stuk. Dat is de stem die je net hoorde, die dat Crazy Monday zo mooi zong. De centrale gast van vandaag. Ik heb nog een mooi gedichtje voorbereid. Misschien herkent je hem al aan zijn stem. Maar al van voor de eeuwwisseling reikt hij de punchliners aan een. Af en toe stapt hij daarbij op iemands kleine teen. Maar stoppen, daar denkt hij belangen niet aan. De sneltrein van comedy, die blijft stevig met zijn twee voeten op het podium staan. En daar hoort hij ook thuis, want zijn shows zijn nog altijd even straf. En moet ik het nog spellen of heb je het door? Het is Koppes, Raf. Raf, ja. Als je het nu nog niet wist, shame on you. Echt, hè? Ja, ja. Maar je hebt je stem al zo mooi zijn zoet laten klinken, dus iedereen wist het waarschijnlijk al. Hè? Ja, dat weet ik niet. Hè. De mensen die mij nog kennen, wel. Ja. Je hebt wel een, ja, maar je hebt een herkenning. Ik ken een herkenbare stem, ja. Vorige week mijn eigen lekker op YouTube bekeken en dat viel me ook op. Ik heb toch een eigenaardige stem. Een eigenaardige stem zelfs? Dat komt van mijn moeder. Mijn moeder heeft ook zo'n irritante stem. Een beetje zo. Een het is eigenlijk de stem al dat voor 90% bepaalt welke humor dat je kunt brengen. Ah, ja, ja. Dus dat is zo eigenlijk à la onze Goebbels daar, vriend. Ja, ja, maar dat is waar. Ja. Je kunt eigenlijk maar werken met de dingen. Hoe dat je eruit ziet en hoe dat je ruikt en je stemgeluid dat je maakt. Dat bepaalt eigenlijk al voor 99% welk materiaal je moet brengen. Ah ja, dus bij u lag het dan al volledig vast bijna, hè? Ja, maar ik heb dat pas onlangs ontdekt. Zo, dat je dat is straf. Alleen een beetje zagerachtige dingen en een beetje cynische grappen en zo. Maar echt positieve Toon Hermans humor zou ik nooit niet kunnen brengen. Dat is mijn stem niet goed. Ah, voilà. Ja, en ik ga je ook niet veel kunnen wijsmaken, hè, want je hebt alles al 5 keer gezien, meegemaakt. Je draait al jaren mee in het vak. Ik heb het allemaal meegemaakt. Ja, jij gaat eerder mij veel kunnen bijbrengen over de comedy het komende uur. Begin overheid, zeg dit. Ik ben er geweest. Ik heb de oorlog gezien. Ik heb het allemaal meegemaakt. De comedy in Vlaanderen, ik heb het zien gebeuren. Ik ben eigenlijk in 1991 begonnen. Je bent oorspronkelijk niet solo begonnen, hè? Als we de anonieme artiesten meetellen, dan stond je niet alleen op podium. Hè? Nee, dan was mijn compagnon, Rikke Vermeer. Hij speelde gitaar en ik zong en deed sketches. Ja. Maar dat was vooral gericht op liedjes wel, ja. Die anonieme artiesten. Ik was een beetje Hugo Matthijs in de Nieuwe Snaarachtig. In die richting wou ik uit en dan begon ik zo eigen nummers te maken. Mm-hmm. En dan ontdekken eigenlijk dat de binteksten zo een beetje meer ding deden? Na een loop van tijd. Je kunt meer aandacht genereren met binteksten dan eigenlijk met liedjes. Als je liedjes brengt, dan, zeker eigen nummers, dan is het na 2 of 3 minuten is iedereen aan het babbelen. Als je dan rechtstreeks tot de mensen babbelt, of je lacht iemand uit, of je doet een mop over Maggie de Blok, of in die tijd over tobak of zo, dan krijg je wel aandacht. En dan zachtjes aan richting stand-up comedy geëvolueerd. Ja, en dan zit je solo stand-up comedy beginnen. Ja, dat was in 1995 ben ik solo gegaan. Ja. En nog steeds geen spijt van die keuze? Maar ja, wel, maar ja. Het is nu te laat om spijt te hebben. Hè. Dus ik ben 53 jaar. Als je nu nog moet beginnen met spijt te hebben, dan... Maar echt spijt van stand-up comedy? Nee, toch? Dat is toch een ingeslagen weg? Spijt, ja. Spijt dat maar zo matig getalenteerd zijn. Hè. Dat is het probleem, hè. Natuurlijk. Je doet dat niet. En, ja, oké. Okay, ik zag op die moment geen andere weg. Maar binnen die comedy zag ik wel mogelijk. En dat er wel gelachen werd als ik iets vertelde. Of toch soms gelachen werd. En dan dacht ik, daar ligt misschien wel een kans om het publiek te veroveren. Ja. En vooral met andere mensen uit te lachen, daar bleek ik wel goed in te zijn. Daar bleek je goed in te zijn. En mensen bleken dat ook te smaken. En ze vonden dat ook, ja, ik kreeg dat wel verkocht op een of andere manier. Ja. Sommige avonden, zo, dat ik eigenlijk gewoon met een baas of met een cafébaas lachte, of met 3/4 met een tijd met de mensen op de eerste rij. Dat kwam over blijkbaar op een of andere manier. Zo. Onlangs een aantal jaren terug, 25 jaar afkoppes kunnen doen. Dat kunnen toch niet veel comedians zeggen in België, zo'n lange carrière. En het is ook niet dat er geen publiek... Het is gewoon blijven volhouden, hè. Het is niet altijd gemakkelijk, maar ik ben wel een doorduwer eigenlijk. Dat is misschien een talent dat ik wel heb van volhouden. Ik weet niet van stoppen eigenlijk. Dus,
ja, talent. Je weet dat niet. Je doet het voort met wat je kunt of wat je niet kunt. En na een tijd constateer je, oei, ik ben al 25 jaar bezig. Oei. Maar dat is ook iets waar je fier op mocht zijn. Fier? Oh, ik ben op niet veel dingen fier, eigenlijk. Zijn er een paar? Fier. Fier, ja. Daar ben ik fier van. Ik heb al 200 nummers geschreven, eigen nummers. Dat is, voilà. Genre nieuwe snaar, zeg maar. Maar die nummers zijn nooit aan de oppervlakte gekomen of die zijn niet... Mijn eerste idee was een carrière eigenlijk urbanus. Langs de ene kant dat je toch artiest bent. Ik bedoel dat je toch iets inhoudelijk maakt. Mm-hmm. En dat zit vooral in mijn liedjes. Ja. En dan daarnaast ook nog een beetje vertellen en een beetje entertainen zo, naar het publiek, ja, toe, voor de mensen om te lachen. Dus een carrière op twee sporen, zo, van zowel, ja, met liedjes als met comedy. Ja, dus dat was eigenlijk, eigenlijk... Maar dat stuk met die eigen liedjes, dat... ik ken die wel, hè. Pas op. Ik heb van... En je hebt toch cd's ook die gaat? Ja. Maar dat is niet weinig succesvol geweest. Nee. Met die comedy carrière ben ik toch wel een beetje succesvol geweest. Hey, want je zegt, ben ik succesvol geweest? Hey, ja. Zo zeg je het. En ik heb trouwens goed gelachen met je website, die biografie en de aparte... Ja, de negatieve recensies. Heb ik ook gelezen, daar zullen we later nog op terugkomen. En je schrijft inderdaad in je biografie, het gaat in 2002 van carrière in de lift, 18.000 en zoveel euro belastingen betalen, ja, ja, tot in 2009, voor het eerst in 10 jaar, verschijnt er geen slechte recensie in, ja, de Morgen. Je hebt dat echt zo ervaren dan, zo echt die een hobbel van... Dat is allemaal waar, hè, wat ik erin zeg. Ja, daar ging ik vanuit. Daar ben ik fier op, dat ik 180.000 euro... Of 18.750, ja, om precies te zijn. Hoe deed je dat? Maar daar was ik fier op. Hè. Ah, ik voilà, heb mijn belastinggeld. Het gevonden, uw belastinggeld. Bijvoorbeeld een werkloze in Wallonië kan onderhouden. Ja. Of een transmigrant in Calais een tentje kan laten kopen. Of zo, daar ben ik dan fier op. Ja. Ja. En dan in 2009, voor het eerst in 10 jaar, verschijnt er geen slechte recensie in de Morgen. Dus dat wil toch wel zeggen dat het dan ook terugkomt, dat mensen daar wel... Ja, maar er was niks verschenen toen. Ik had toen een show gemaakt. Er was geen enkele verschenen. Ze hadden niemand gestuurd. Dat was het eerste jaar, sinds 10 jaar, dat ze niemand gestuurd hadden. Dan was ik al zo marginaal gebleken waarschijnlijk voor hen, dat ze zeggen, die koppen zullen we niet meer recenseren. Dat is toch totaal passé. En, maar er is ook niks verschenen dan. Dus ik werd ook niet afgebroken. Dus. Dat vind ik al leuk. Maar je moet nogthans niet onderschatten, want vorige week hadden we ook gasten Geron de Wulf en Henk Rijkaard. En het ging net over uw naam en uw show die aankomt. En meteen zei Geron, gaan zien. Gewoon gaan zien. Eén tip, gaan zien. Maar Geron is nog een vriend van mij. Die moet dat zeggen. Je moet dat zeggen. Ja, pas op. Als je dat niet gezegd had, dan kreeg je vandaag een boze telefoon. Dus, maar nee, maar er is wel een respect. Of toch binnen de nieuwe komiek. Geron is nou geen nieuwe komiek. Dat is een dikke komiek. Maar ik bedoel... Nee, maar ik voel wel mensen met wie dat optreedt. Er is ontzag, zeker respect en daar ben ik wel content. Dat trek ik me wel ook een beetje aan op. Dus, die gasten zien me ook bezig. Hè. Die treden soms met mij op en die zien wat ik doe en die zien dat ik met mijn stijl kan. Als ik een zaal een uur of zo laat lachen vol een bak, ja, dan, dat is niet zo gemakkelijk als dat lijkt. Ah, nee. Er is wat ervaring en wat talent of kennis voor nodig. En er hebben die man dat wel zeker ontzag. Ja. Dat vind ik wel... Ja, dat zou ik toch niet onderschatten. Plus, je staat echt in het geheugen gegrift bij jong en oud. Allee, voor mezelf geldt dat ook. Het is ook wel zo, hoe minder populair dat je bent, hoe meer populair dat je wordt met de komieken zelf. Ah, is dat zo? maar in de tijd dat ik op VTM kwam, dan was ik populair, zo gezegd. Maar dan kreeg ik weinig schouderklopjes van het was hier goed of het was super. Of... Maar dan werd je voor de massa misschien aan het spelen. En ik aan een spreidstand aan het doen. En zo, moest goed zijn voor de humolezer en voor de morgenlezer en ook voor de VTM-kijker. Van Antwerpen lezer. Ja, dat is bijna niet te doen natuurlijk. Hè. Nee, dat kun je maar ik niet. Ik heb dat wel al een beetje in mij, zo, want ik heb naast een intellectuele kant, maar ook een platte kant, zo, of een vulgaire kant. Zo, en dat zit allemaal wel een beetje in mij, zo, uiteindelijk. Zo, dus dat was in feite ook niet gespeeld wat ik daar deed. Zo, dus, maar het was moeilijk een etiket te plakken van dat is hier... Nou, ik raak naar wat kijker, zo wat fans kwijt van de linkse media. Zo. Mm-hmm. En van de VTM-kijkers, die vonden dat dan te moeilijk of te grof of zo. En dan duurde dat ik al zo'n beetje in no man's land. Zo. En dan, wow, als je voor een breed publiek komt, je weet natuurlijk, zeker een komiek zo, die politiek incorrect is, wat ik dan toch doe, die lacht met de voeten vooruit een beetje. Die zullen ze mop zo maken over die kleine in die schacht in Spanje nu. Allee, die er als 30 meter. Ja, de Julen. Moest ik er een goede grap op? Ik zou dat allemaal doen en zo. Ja, dat maakte bij veel mensen niet populair meer, natuurlijk. Nee. Voor sommige mensen voelde dat een beetje een klootzak. Maar dat vind ik allemaal niet erg. Hè.
gelijk de week na zo'n eindejaarsconferentie, dat stond er in het laatste nieuws zo'n 3-4 lezersbrieven van schandalen en dit en dat, van Staf de Wilde uit de Haan en Urbain Soufriot uit Ehrenbodegem, dat vind ik allemaal wel leuk eigenlijk. Zo. Als ik mensen kan schofferen, dat vind ik eigenlijk wel plezant. Maar ja, dat mag ook, hè, in principe, in stand-up comedy. Ja, en als je daar zelf inderdaad een olifantenvel voor hebt, Ik heb geen olifantenvel, maar als een domme kloot is dat iets zegt, dan is dat toch minder erg dan als een slimme. Als er zo'n recensie is van de recensent. Ja. Dat stond dan voor iedereen in de krant. Uw moeder leest dat dan en zo, dat is allemaal toch niet zo leuk. Ja. Dat is ego-gewijs, is dat moeilijker. Ja, dat is waar. Maar op sociale media bijvoorbeeld, also, mensen die op Facebook of op Twitter of zo, die je beginnen uitschelden en zo, dat vind ik niks. Hè. Dat is ook vanuitgaan dat 3/4 van Vlaanderen zo dom is, dat is het achterste van ik weet niet wat. Dus, Mij heeft iemand ooit gezegd, de wereld bestaat 95% uit imbecielen en de rest van de 5% semi. Dat zijn wij. Ja, zijn wij. Of af en toe gaat het ook wel eens over de grens van imbeciel gedrag, maar dat doet iedereen wel eens, denk ik. We horen allemaal is bij die 95% en allemaal is bij die 5% zeker. Maar imbeciel, niet iedereen is volledig imbeciel, hè, maar iedereen geeft zijn mening over iets wat hem niks van weet. Dus, ja, maar dat gaat de sociale media alleen maar verergeren natuurlijk. Oh ja, maar dat is gekomen door tv en zo ook. Hè. Als je het overal op tv ziet, van die The Voice en zie je analyses van Extra Time en zo. Iedereen heeft zo een mening over van alles en nog wat. Zo. Dat is eigenlijk de mening. Je ziet bij de Voice. Zie je eigenlijk de meningen van Natalia van Koen Wouters. Dat duurt langer dan het optreden zelf van die artiest daar. Dus, en je ziet overal met mening gietjes. En iedereen denkt dat hij maar zijn mening mag gaan geven over alles en nog wat. Terwijl. Ja, dat is deel van onze cultuur, mening geven. Maar wat je niet weet, is dat het over mensen gaat, wat je er een mening over geeft. Hè. Ja, ja. Dan zeggen ze tegen mij, maar jij lacht ook met andere mensen. Maar dat is niet waar. Dat is comedy bij mij. Dat is verpakt in... Dat is niet allemaal gemeend, maar als je gewoon rechtstreeks tegen iemand komt zeggen van jij kunt er niks van, of dat vond ik... Maar ik vind of jij vindt, dat is allemaal niet belangrijk. Wat kunde jij? Wat doede jij? Dat is belangrijk. Mm-hmm. Daar bezondigen veel mensen, dan denk ik, als je iemand dat zijn mening heeft over... Ik doe al 25 jaar comedy. Ik werk er hard aan, ik werk er dag en nacht aan. Ik ben er dag en nacht mee bezig voor een goede grap. Dus, ik leef eigenlijk voor de grap, letterlijk en figuurlijk. Hè. Dus ik voor die goede grap te vinden. En dan zet ik dat samen op een uur. Dan heb ik daar 2 uur aan gewerkt, aan 2 jaar gewerkt aan die show. En dan uiteindelijk staat dat daar en dan denk ik, oké, het is goed. En dan komt er een ander, dat is toch niet... Want die weet niet waarover dat gaat. Dus dan denk ik... Ik zou dan toch de bescheidenheid hebben van die mening niet te ventileren. Ik ga ook niet tegen professor Vermeer zeggen, jongen, wat jij er zegt over die moraalfilosofie. Dat klopt niet wat dat gaat. Dat moet ik niet zeggen, want ik weet dat niet. Maar er is wel terug actie. Ja. Deze week is het zover. Ja, ja. De grote Raf Koppen show. Ja, het is een show dat ik al 2 jaar doe eigenlijk nu. Ja. Maar het is 80% hetzelfde materiaal, omdat het een beetje tijdloos materiaal is. Het, mijn materiaal dat ik nu doe, gaat over mijn kinderen en over mijn vrouw. En over met mijn vrouw naar de CNA gaan en met Dendermonde de gevangenis bezoeken. Een beetje tijdloze thema's die ik dan 3 jaar kan gebruiken. Want vroeger, mijn shows, was bijna allemaal actualiteit. En dan zit je er wel kort. Ja, en dan moet je na 2 maanden dat show omgooien en moet je constant veranderen. Terwijl nu doe ik eigenlijk al 2 jaar hetzelfde materiaal en kan ik onder datzelfde materiaal blijven schaven en wordt dat altijd beter en beter. En dan houd je nog een 20% over voor een beetje nog meer actualiteit. 20% een beetje actualiteit en zo. En dan steek ik door de klimaatdingen of een kredietverlangen over. Dus of zo. Dat is dan 1 of 2 grapjes, maar dat moet dan passen wel in het geheel. Hè. Dus dat past meestal wel. Of vervang ik een liedje door een ander liedje of zo. Dus, ik heb ook gemerkt, voor comedy, ik heb er een speciaal idee over. Comedy, een goede comedyavond is feitelijk als iedereen zich amuseert. En iedereen amuseert zich maar als iedereen lacht. Ja. Het heeft ook geen zin om er een grap te brengen waar dat helft niet weet waarover het gaat. En ander helft lacht en dat is niet leuk voor die ander helft die er zit. Dat heb je met actualiteit inderdaad wel. Ja. Als je er niks over weet of je bent niet mee in het verhaal, dan is het al kwijt natuurlijk. Dan is dat spijtig zo en dan zijn er altijd mensen die minder content zijn. Dus nu breng ik al met gemakkelijke onderwerpen goede grappen proberen te bedenken. Dat is eigenlijk nu het moet met gemakkelijke onderwerpen zijn en ze moeten direct snappen en het mag geen actualiteit. Er zijn al veel dingen
dat zit eigenlijk op een smal pad. Hè. Dat, ja. Dat is gelijk als een zanger die met drie akkoorden songs is het moeilijk om daar een goede nummer van te maken. Het is soms gemakkelijker van een nummer te maken met 20 akkoorden dat goed is, omdat dat dan ingewikkeld klinkt en dat dat rijker klinkt, terwijl met iets simpel. Dat probeer ik nu. En dat, maar ik heb dan wel een uur materiaal dat echt heel goed is. Dat van tjak, 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 van die goede grap naar de andere gaat. Ja. Het is een mitraïd, maar ze schiet wel raak altijd. Maar dus je kunt wel zeggen dat je er fier op bent op je materiaal van nu? Ja, altijd. Ja. Wat ik doe, dat is enorm goed. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Voilà, dat moet ik horen. Dat moet ik horen. En zijn er nog dingen waar je eigenlijk zenuwachtig voor bent? Ja, een beetje wel. Hè. Ik kijk er wel naar uit naar de optreden, omdat de mensen dan toch speciaal voor mij komen. Maar ik ben een beetje, ik hoop dat er volk is. Hè. Dat er 100 man is of zo, toch? Dat hoop ik. En dan heb ik toch alle zaken van 100 mensen die dat willen horen. En dan ben ik toch gemotiveerd. Ja. Dus, dan kan ik mijn eigen materiaal brengen. Hè. Want de laatste tijd doe ik zoveel recepties en zo. En als we van die gelegenheidsoptredens, zo, dat ik dan erbij kom op een feestje. Mm-hmm. En zo, dat is anders. Hè. De mensen komen dan niet speciaal voor mij. Die, ja. Dan moet het nog platter en nog gemakkelijker zijn dan dat al was. Nee, dus een beetje niet. Veel seks en een beetje politiek is Bart de Wever en Maggie de Blok niet meer en sport is Anderlecht en voilà. Dus als ik een eigen show doe, dan komen de mensen voor mij en zijn toch al een beetje geïnformeerd wat ik doe en dan weten dat je sowieso wel meer genoegen hebt. Ja, van, dat geeft dan een beter gevoel als je dan je ding kunt doen. Ja. Dus je moet dan ook niet te veel inspelen op meneer, wie zit jij en wie amateur de jij, want ja, dat wat je nu wel moet doen bij feestjes en bij nieuwjaarsrecepties, dan is het gebeuren belangrijker als ik. En dan moet ik inspelen op het gebeuren. Hè. Dan moet ik met de mensen wel lachen en zo. En, ja. Dat is wat vermoeiender. Ik doe liever mijn eigen materiaal. Ik ben liever de artiest die de grote Raf Koppers die er staat en die doet zijn ding. En iedereen kijkt adorerend toe. Dat is toch wat iedereen tenslotte wil die het podium bestijgt. Absoluut, dus, ja. Maar al de rest is valse bescheidenheid. Voilà, het is dat. Dus eerlijk is eerlijk. Je betitelt het ook echt. Allee, als... Zoveel one-liners per minuut, echt zo wat er allemaal inhoudelijk u staat te wachten. Ja. Dat is zo echt precies zo'n verkoops... Allee, zo, bam. Je moet ergens een handelsmerk hebben. Hè. Dat, ja. Ik heb dat 20 jaar geleden ook al gedaan. Sneltreincabaret heette dat toen. Ja. Met 6 grappen per minuut. Ik weet dat ik en kunnen ze al zo echt berekenen, ja, zoveel keer kunnen lachen. Ik heb dat geleerd van Jacques Vermeijer. Ik moest toen voor een show schrijven voor de VRT. En die zei dat ze moeten om de 10 seconden moeten gelachen worden. Dus om de 10 seconden moet er een grap zijn. Het moet niet altijd een topgrap zijn, maar toch minstens een smile of of een korte lach of zo. Dus toen ben ik dat ook gaan hanteren eigenlijk. En de mensen pikten dat op van 6 grappen per minuut. Iedereen die mij kwam aankondigen, de volgende artiest heeft 6 grappen per minuut. Dus je gaat 360 keer lachen op een uur. En toen dacht ik inderdaad, waarom dat niet? En toen heb ik dat nu met die laatste show hernomen. Sneltreincomedy heet dat nu, 6 grappen per minuut. Op een uur 360 keer gelachen. Ja. En het klopt ook effectief zo, want ondertussen is dat wel iets dat mij goed ligt. Ik ben ook geen verhalen verteld, ik ben meer een one-liner komiek. Ja. Die rap van die grap. Dat heeft je afgeworpen, hè? Zo rode draad verhaal. Dat is echt gewoon voor de moppen. Hè? Omdat je dan op een terrein komt waar je niet de beste bent. Hè? Als je begint te meten, met cabaretiers en zo. Dus, ik merkte ook zo in mijn shows, als ik 2 keer een uur deed of 2 keer 3 kwartier, dat ze meestal na de pauze, na 20 minuten, afhaken, de mensen. Ja. Terwijl als verhalend was meer. Ja. Dus dan dacht ik, ik ben niet zo'n topverteller als geen Ebbe Welsen of Walter de Pree of zo. Dus, dat is een bewuste keuze, echt gaan voor waar je goed in bent. In de showbusiness is het belangrijk dat je goed kunt, dat je dat extra in de verf zet en wat je niet goed kunt, zo goed mogelijk wegmoffelt. Ja. Dus, er zijn zoveel komieken, je moet ergens op een manier moet eruit steken. Hè. Of je moet een handelsmerk hebben. En dat kon ik wel. Ik kan rap grappen verzinnen over iets. Dus ik geef mijn thema en binnen 10 minuten heb ik er wel 4-5 grappen over. Niet allemaal goed, maar... Ja. En daarmee ben ik one-liner komiek geworden. Dus, Nu, je hebt op je website ook zo apart inderdaad je slechte kritieken. Of kritieken, hè, de aparte button. De Willy had dat niet zo begrepen, dat echt zo mop achter mop is. Hij zegt, hij gaat veel te snel. Terwijl dat je nog nadenkt over de ene mop, zit hij al aan de volgende. De Willy had dat niet door dan. Die had uw slogan niet gelezen van de... Ja, maar dat is waar. Hè. Dat is, als je traag van begrip bent, of je bent Limburger of weet ik veel... Dat was de Willy blijkbaar. Hè. Nee, maar er zijn nog mensen, dat zeggen ze elke keer bijna. Het gaat zo snel dat je niet mocht lachen met de... Ja.
Maar dat is vooral bij optredens waar het niet goed loopt. Ja. Als er niet veel gelachen wordt, dan gaat het automatisch sneller. Ja. Dan gaat het nog sneller dan dat al was eigenlijk. En dan, dan kan het zijn dat je sommige grappen niet hoor. Ik moet altijd wel iets voelen, iets terugkrijgen van het publiek. Ze moeten wel een keer lachen en dan kan ik een keer mijn tijd pakken voor de volgende grap te zetten. En zo. Dat is eigenlijk wel nodig. Zo bij, je hebt een wisselwerking nodig. Maar als er niet veel gelachen wordt, dan gaat het inderdaad veel te snel. Mm. Maar ik babbel ook al snel, maar daar let ik wel op nu de laatste jaren. Van mijn naloop te pakken en dat is wel verbeterd nog steeds van vroeger. Ah ja, okay. Of toch mijn intonatie zetten dat je duidelijk hoort, hier ligt de grap. Ja, ja. Ze moet het misschien eens komen uitleggen, maar Friedel de Sage had ook geschreven dat blijkbaar Koppes heeft de uitstraling van een boekhouder. Ja, omdat ik een bril heb en dat ik er braaf uitzie zeker of zo. Of, ja, oké, maar dan spreken we toch totaal los van wat je brengt. Allee. Maar dat was in tijd. Ik had een interview op Radio 1, denk ik. Maar dat is ook al van in de jaren 2000. Ik had dan juist de Comedy Cup gewonnen, denk ik. En dat, die mensen, dat wordt dan ook geschreven door een regisseur of een programmamedewerker. En die ziet een foto van u en die denkt, ja, die draagt een bril en zo. En die heeft wiskunde gegeven. Dus, dat ziet er een beetje uit als een boze boekhouder of zo. Met een lijzige stem en zo. In de media gaat dat zo. Die mannen zeggen zo maar iets allemaal. Die schrijven zo maar iets op. En die kent u eigenlijk niet. En die, nee. En de lucht moet volgebabbeld worden natuurlijk. Hè. Dus, al hetgeen dat erin staat bij die negatieve recensie, mm-hmm. Dat is allemaal gezegd. Hè. Dus, ja, ik vind dat wel straf. Als je daar doorgaan. Je mocht dan nagaan. Er is niks van gelogen. Dat hebben ze ofwel over mij gezegd, ofwel over mij geschreven, ofwel hebben ze rechtstreeks tegen mij gezegd. Ja. En ik ben natuurlijk zo'n negatieve gast die dat allemaal onthoudt. Ja, die als je meepakt. Als ik positief zeg en dat onthoud ik niet, dan ben ik al vergeten. Dat niet. Maar iets negatiefs, dat draag ik 20 jaar mee. Hè. Zo, al wat dat erop staat, is allemaal tegen mij gezegd. Ja, dat plakt eraan. Maar als dat allemaal juist is, wat dat iemand allemaal zegt, dan kan ik nooit zo lang bezig zijn. Dan heb ik nooit 3000 optredens gedaan. Dan heb ik nooit op VTM geweest. Dan heb ik nooit de Comedy Cup. Dan kan dat niet. Nee. Als je het allemaal bij hem neemt, dus inderdaad. Al wat dat een ander over u zegt, dat is per definitie lulkoek. Ah, ja. Die zeggen zo maar iets. Het nadeel allemaal van bescheiden te zijn. Hè. In mijn geval, al die kritieken die je krijgt, als je een bescheiden gast bent, dan denken ze dat ze me u over last mogen zeggen. En ja, jij bent nogal... Als je Geert Hosten bent of zo, of je draagt u anders, dan gaan ze het tegen u allemaal niet zeggen. Nee. Maar als je een rustige MP bent, dan denkt iedereen dat ze tegen u mogen komen zeggen wat ze willen. Ja, die gaat dat wel pikken. Zo, ja. Ja, absoluut. Ja. Ik ben veel te goed opgevoed eigenlijk allemaal. Ja. Ik kan niemand een lap op zijn bakkers geven eigenlijk. Dat we het eigenlijk soms zo moeten doen. Maar ja, je denkt, we gaan de kerk in het midden doen. Een beetje diplomatisch. Een beetje diplomatie, een beetje knikken voor iedereen. Dus dan denkt iedereen dat je effectief een lul bent, maar... Een beetje arrogantie is wel meegenomen van een artiest. Eigenlijk. Ik ben gewoon komiek en zo. Nee. Ik probeer zo wat klein te blijven altijd. Zo. Dus, dat is mijn nart ook een beetje. Nee. Niet te veel ego. Dus. En dan krijg je dan gepresenteerd. Met die moeten we lachen. Nee. Dus, met Alex Agnew of met Urbanus durven ze allemaal niet meer. Die zijn te groot. Dat zijn instituten. Die mannen hebben meer macht als recensenten zelf. Dus dat durven ze ermee tegen shotten. Zo. Ja, ik las ook ergens... Dat je zo had uitgesproken dat je meer zo comedy zou willen doen, maar dan terug als een nobody te zijn. Is dat zo? Of zijn dat uw woorden een beetje vervrongen? Ik doe terug comedy, dat is in kleine zaaltjes en zo, en in cafés en zo toch. Wat dat wel als voordeel is, dat je natuurlijk alles kunt doen wat je wilt. Hè. Dan kun je echt met de voeten vooruit gaan en kun je er ook een rol maken zoveel dat je wilt. En als je terug al met een manager werkt, dan begint het gezeik al van... Toch maar een beetje positiever zijn, of let toch op dat iedereen verstaan, of let op voor dit en dat. Allee, maar ja, maar zo is dat. En daar kan ik allemaal niet meer tegen, dan heb ik liever minder volk. Ja, maar dan komen ze gedicated voor u, hè, en dan kun je echt inderdaad... Dat weet je, zeker, ja. Het is wat je zei, dat ze dan, je weet dat ze daar zitten en dat ze echt weten wat ze kunnen verwachten en voor u echt... Ik heb zo'n een tijd gehad dat ik op Radio 2 zat ook, en dat ik dan elke week een sketch kende op Radio 2 en dan zag ik ook dan, ja, we gaan niet lachen met die kleine in die schacht, of we gaan niet lachen met... Ja, daar is een beetje meer voorzichtigheid. En dan zitten meer Radio 2 publiek in die zaal en dan... Maar die zitten er niks te doen, want die kunnen die humor niet vatten of zo. Of die zijn er te dom voor, of weet ik veel. Sommigen, maar het is wel zo. Hè, ik heb tijdelijk op VTM die shows deed, de jaren nadien zat die zalen vol. Hè. Had ik 40, 50 optredens in de culturele centra en er zat 400-500 man in de zaal. Maar er zaten er 3-4 die eigenlijk er niet moesten zitten. Of die kwamen omdat er een BV op het podium stond. Maar die,
die die humor totaal niet goed vonden. Niet dus, begrepen, ja. Dus dan zetten ze er niet, uiteindelijk niet veel mee. Daar word ik ook doodongelukkig van. Hè. Ja, wel, maar dan heb je toch liever een kleine zaal, 100 man, die echt voor u komen, dan 300, 400, 500 man, die van drie, vier er geen snars van begrijpt. Dus, dat is wel waar, ja. Het moet toch juist leefbaar zijn, dat is eigenlijk mijn bedoeling. Dat je zo'n 1500, 2000 euro per maand aan overhoudt, dan gaan ze dat boel kunnen en dat de rest ontploft, dat iedereen maar gaat werken op Brussel en zo. Ja. Dan ben ik al content. Dus gewoon een nieuwe show doen in 2020. Ja. Raf Koppens, mijn werk. Mijn werk? Ja. Niet in de mijn, hè, maar mijn job zo, mijn werk. In 2020? Ja. Vanaf dan ben ik nu al mee bezig. Dat januari 2020, ja. Ja. Ik vertrek met een nieuwe show. Hè. Dus mm-hmm. Als deze show gedaan is, een grote Raf Koppens show, dan smet ik allemaal materiaal weg en dan... Ja. En heb je er goesting in? Maar ja, dat is eigenlijk de essentie van wat ik doe. Hè. Dat doe ik al 30 jaar. Als we nieuwe dingen maken, dat is eigenlijk het leukste van allemaal. Als we dat ontdekken, die nieuwe jokes zoeken, dat try-outen, dat verzetten, daarin, er al werken, er al schaven, dat is eigenlijk het liefste wat ik doe. Dat is het leukste proces. Zelfs moest ik geen publiek hebben, zou ik dat nog doen. dan schreef ik gewoon een show van mijn eigen en ja. En dan voert je die dan op voor je kinderen? Ja, of niet opvoeren. Dat, ik heb vroeger ook veel cassettes gemaakt dus met muziek op. Mm. Zijn dat die cassettes dat je ook verkocht? Ja, op het examen, ja. Dat was aan mondelinge examen misschien niet staan. Ja. Mondelinge examens en ik verkocht dat. En wie dat er één kocht, kreeg dan 12 op 20. En op sommige gasten van toen komen nu nog bij mij op een optreden. Meneer Koppens, ik heb nog een cassetje gekocht van u in het jaar 92 of zo. Ja. Gaf ik dan les aan een school en dan verkocht ik dat mondeling examens. En die komen dan nu met dat cassette, moet ik dat nu tekenen. En komen die aanwaaien, ja. Zal ik altijd blijven doen, hè. Succes of geen. Dan. En ik denk dat er heel veel mensen dat ook appreciëren. Ja, appreciëren. En daar nog steeds op zitten te wachten. Dus ook wel blij zijn dat er in 2020... Maar op zitten wachten, dat weten is. Ik denk dat er niemand op iets zit te wachten sowieso. Dan, er is al zoveel en zo. Dan, als ik er niet meer ben, komt er wel een ander of zo. Dus, of naar uitkijken dan. Of misschien wel graag komen, dat is ook al belangrijk. Hè. Voilà. Graag komen naar de grote Raf Koppens show. Alsjeblieft. En moesten er nog mensen zijn die geen tickets hebben? Tickets kunnen ze vinden via livecomedy.be ook onder andere. Absoluut. En op uw site. Hè. Nu, ik heb het ook niet alleen over jou in deze podcast. Ik heb het ook over andere comedians. Eva Krutsen is daar eentje van, kent je haar? Eva Krutsen ken ik, ja. Ja, het is ook zo wat cabaret dat ze brengt. Het is een Nederlandse. En ze doet dat echt op een redelijk toffe manier, met ook heel veel audio-effectjes en zo. Ja. Ze speelt er echt mee, ze maakt ook nummertjes zelf. Toffe madame. En ik heb haar effectief eventjes kunnen spreken via het telefoon, want ze passeert ook in de Arenberg deze week. Arrogant of nog... streken? Of, Nee, sympathieke madame eigenlijk. Dan dus, kun je geen grote artiest zijn dan, hè? Als je geen streken hebt. Dan... Ja. Ze gaat nog haar mannetje moeten staan, maar ik denk wel dat er ze... Er moet toch iets aan keren, hè? Want anders... een vreemd normaal artiest, dat is geen... Hè? Nee. Ik heb precies even gesproken en... toffe madame. Even we gaan eens eventjes luisteren. Eva, goedemiddag. Goedemiddag. Jazeker. Jazeker, je bent super fris voor een sneeuwachtige. Bij ons is het sneeuwachtig. Ik weet niet of dat in Nederland zo is. Neem aan dat je nu in Nederland bent. Ja, nou, het is nu een beetje meer regen, maar vanochtend was het nog sneeuw. Dus wel nog, ik rij nog wel langs een wit landschap op dit moment. Oh, dat is tof, dat is mooi. En een beetje midden in een verhuishoror, hoor ik van mijn collega Tom. Midden in een, sorry? Een verhuishoror, of valt het mee? Ja. Klopt. Ja, ik ben inderdaad net verhuisd en we hebben de keuken helemaal verbouwd. Dus het is een soort van leven tussen dozen en plastic bekertjes van de koffie, van het koffiezaakje op de hoek op dit moment. Het is nogal chaos. Maar langzaam is het aan het het komt goed. Het einde is in zicht. Dat is goed. Ja, en je bent nog steeds aan het toeren ook, want jij komt ook snel naar België. Ik ga nu spreken volgende week of deze week, ik weet niet hoe dat het gaat verschijnen in de podcast, maar het is volgende week. Dat is niet de eerste keer voor jou in België, hè? Nee, klopt. Het is mijn derde avond van het programma en het is ook het derde avond van de
keer dat ik speel in België. Ik heb eigenlijk al mijn drie programma's gespeeld. Alleen mijn eerste programma alleen in Antwerpen. En toen het tweede programma een beetje klein toertje. En nu weer iets groter. Dus, ja, dus dat gaat altijd in stijgende lijn. Ja. En in Nederland is het wel al volledig, die lijn is al goed gestegen. Daar ben je al volop, is jouw carrière echt een beetje, heeft een goede boost gekregen daar, hè? Ja, zeker, ja. Ja. Je bent op de radio te horen, je bent bijdragen in Spijkers met Koppen, je speelt je zaalshows, je hebt daarnaast ook, er loopt ook steeds meer clickbait met jou, heel wat. Dus in Nederland is dat al volle bak gestart, gelijk dat ze bij ons zeggen. Verwacht je ook zoiets voor België? Of zou je dat leuk vinden? Want je komt wel vaker terug naar hier, ik weet het niet. Ja, dat lijkt me natuurlijk hartstikke leuk. Dus het is inderdaad, zoals dat gaat, hè, is overal bouw je zeg maar op en bouw je je publiekje op. En in Nederland heb ik heel veel gespeeld en veel tv gemaakt en veel inderdaad van alles. En nu zo langzaam een beetje richting België, dus de tour wordt wat groter, dus dan kan ik ook een wat groter publiek aan me binden. En ja, wie weet ook wel tv-dingetjes en zo, dus, wie weet dat er nog allemaal van gaat komen. De ambitie is nog niet. Ah, oké. Want je hebt Nederlandse collega's hier die ook wel al wat verschijnen bij ons, zoals Jan-Jaap van der Wal, die heeft zijn eigen tv-programma, dus wie weet. Zijn meer Belg dan Nederlander inmiddels. Ja, toch? Inderdaad. Ik denk dat hij zelfs qua nationaliteit al bijna die richting uit. Ik weet niet of hij nog Nederlands kan praten, of dat hij nog wel eens terugkomt. Maar dat is niet per se meteen uw ambitie misschien. Om zo volledig in België te integreren, dat misschien ook niet natuurlijk. Maar het is wel leuk dat je al heel wat zaalshows aan doet. En ik denk dat je die laat ook wel een vaste groep fans begint op te bouwen hier. Toert nu met Opslaan Als. De vorige was Spiritus. Opslaan Als, wat kunnen we daarvan verwachten? Qua thema's, qua onderwerpen? Of gaat het echt over jezelf? Ja, het is een persoonlijke voorstelling. Het gaat eigenlijk over herinneringen. Mm-hmm. Dus waarom sla je bepaalde dingen op? Waarom kun je bepaalde dingen herinneren? En voornamelijk ook mijn fascinatie voor waarom onbenullige dingen, terwijl sommige belangrijke verhalen of herinneringen opeens lijken te verdwijnen. Mm-hmm. En eigenlijk met dat thema ben ik aan de slag gegaan. En uiteindelijk had ik zelf een redelijk woelige periode in mijn leven, waarin ik had een relatie van 8 jaar die uitging. En ik verloor een vriendinnetje. En er waren best wel veel dingen die alles in het leven weer op scherp zetten eigenlijk. En mm-hmm. daar is uiteindelijk dit programma uitgekomen. Dus het is aan de ene kant, is het, ik denk, herkenbaar. En want het zijn grote thema's, zoals herinneringen, mm-hmm. et cetera. Maar ook echt wel persoonlijk. Ja. Dus ja, jullie hebben mij en mijn leven en mijn ellende ook wat beter kennen. Maar op een leuke manier. Want het is wel de bedoeling dat het grappig is natuurlijk. Ja. Negatieve gebeurtenissen waar je eigenlijk heel veel positiviteit uit haalt dan eigenlijk. Waar je veel uit leert eigenlijk ook wel. Waarschijnlijk. Ja, zeker. Ja. Ja, oké. En je doet dat nog steeds met de formule die we een beetje gewend zijn van jou. Met veel schwung en muziek en veel... Ja, dus, het is ook heel auditief vaak, hè? Ja, dus eigenlijk iedere voorstelling probeer ik weer een stapje verder daarin te gaan. Dus waar ik met Spiritus kreeg iedereen een bandje om, waardoor uiteindelijk de hele zaal verlichtte. Mm-hmm. Is het met Opslaan Als, is het nu ook voor het eerst met videoprojecties. Dus die eigenlijk meedoen. En ook een surround system, alle muziek en alle geluiden, die hoor je ook om je heen. Net als wat je in de bioscoop hebt, maar dan in theater. Mm-hmm. Eigenlijk op die manier probeer je steeds zo nieuwe vormen en vernieuwing te brengen op theatergebied ook. Oké, cool. En je hoort ook veel nummers van jou die ook zelfs losstaand ook succes hebben of die je zelfs... Allee, zo ook kan, dat is echt tof om te horen. En wat ik vooral verbazingwekkend vond, ik had ergens van jou in een interview gehoord dat jij zei dat je
niet per se zelf instrumenten bespeelt, maar je maakt wel echt volledige nummers. Dat is wel cool dat je dat dan. Hoe doe je dat dan in godsnaam? De hele volledige nummers, dat produceer ik wel altijd met iemand samen, want dat is heel moeilijk. Maar je kan zeker ook zonder al een heel eind komen. Als je een idee hebt voor een nummer, je kan qua melodie, je kan al qua hoe je een bepaald soort sound hoort, daar kun je al dingen van maken. Maar de nummers zoals je ze hoort, hè, zoals bijvoorbeeld mijn EP die nu er is uitgekomen van Opstaan Af, dat zijn volledig geproduceerde nummers en die heb ik echt ook met een producer gemaakt. Ja, maar de melodieën en zo, die komen dan toch ook wel ergens, dat zaadje, dat idee, dat komt wel van jou ook dan? Ja, zeker. Mm-hmm. Ja. Dan stel ik mij al voor dat je zo bij je producer moet gaan om zo wat neuriënd uitleggen aan je doen wat je zou willen bereiken. Soms levert dat ook hele gekke. Nee? Ik neem altijd alles op mijn telefoon. En ik moet het eventjes een beetje gaan opschonen. En toen hoorde ik dus van allerlei dingen die ik dan had ingesproken en ingezongen. En toen vervolgens ook dan. Zeg maar wat het dan uiteindelijk is geworden. En dat is heel grappig om te horen. Dat je dan met zo'n soort van. Dat je denkt van. Als je dat gewoon los zou horen, zou je denken: deze vrouw is knettergek. Dat is het. Maar als je daarna de referentie hebt, dan denk je: oh, wacht eens even. Dat is dat. Of weet je wel, dat. Ja. Het is heel grappig hoe dingen tot stand komen. En ook hoeveel processen daaraan vooraf gaan. En hoeveel. Soms is in een nummer dan voel je helemaal wat een melodie is of wat het moet zijn. Maar soms gaan daar echt hele experimenten aan vooraf van verschillende soorten versies. Dat je echt. Het kan heel grappig naar de hand zijn. Ja. Ja, maar dat kon ik me voorstellen daarom. Goed, ja, Opstaan Als. Reden waarom dat de Vlamingen ernaar moeten komen kijken vooral. Wat kunnen ze aanspreken? Ik vind het altijd een moeilijke vraag. Ik moet eigenlijk nog een keer goed bedenken wat ik gewoon nu zo in één zin zou kunnen zeggen. Maar ik denk, als ze toe zijn aan iets vernieuwends, aan iets fris, even iets anders. En ze houden van het totaalplaatje, dan moeten ze komen kijken. Zoiets? Ja, tuurlijk. Dat is het perfecte verkoopspraatje. Voilà, klaar. Alle Vlamingen zijn hier. Nee, cool. Ik kijk er naar uit. En ik hoop samen met zoveel anderen ook. We zien jou dan in de Arenberg op 29 januari. En op 2 februari ook nog in Leuven en nog een heleboel andere plaatsen. Maar ik zag ook al veel oranje en rode buttons. Dus dat ziet er goed uit. Hè. Dan zeg je dat er toch heel wat. Ja, dat is heel fijn. Ja. Ja, dus nog een aantal tickets die zijn te verkrijgen, ook via livecomedy.be. Als mensen jou nog niet kennen, dan is het heel gemakkelijk, denk ik, om materiaal van jou terug te vinden, hè, online. Ja, zeker. Ook op mijn site van filmpjes, www.evakritie.nl en op YouTube. Ja, oké, nice. Goed, dik merci, Eva, en dan tot binnenkort, hè. Yes, dankjewel. Oké, en daar zeiden ook nog succes, kinderen, met verhuizen. Ja, dankjewel. Komt goed. Alright, bedankt. Oké, dankjewel. Hai. Yo. Dat is toch het leven in een notendop, zo van, wij maken dat en dat, wat doen wij, comedy. Dat is een compleet onzin, hè. We zijn er gewoon wat op het podium te zeven en sommige mensen komen er naartoe. En, ja. Voilà. En als je dat accepteert, dan is dat goed. En als je dat in dat spelletje meegaat, is dat oké. Dus, als je in niks meegaat, dan wil je voor een trein springen, want dan heeft het effectief allemaal geen zin. Het is best dat je zo een paar dingen kiest. Dat vind ik belangrijk. Zo, hè. Maar nee, op 20 jaar, je moet wel iets serieus pakken, hè, want anders... Dat is ook wel... dat belang in het grote verhaal van de wereld? Nee, niks. Maar ja, dus... Maar ik ben er wel mee bezig en ik ondertussen amuseer ik me toch al 30 jaar mee. Moet ik toch niet gaan werken? Moet ik niet geen brieven in de post gaan steken ofzo? En de optreden is altijd leuk, sowieso. Dat doe ik altijd graag. Vanaf dat ik in mijn auto kruip naar mijn eerste tankstation,
zo naar de backstage mijn eerste koffie. Alleen sans checken dat ook niet zo graag. Nee? Dan weet ik dat ik alleen optreed. Hè. Dan, dat duurt maar 5 minuten. Hè. Dan in een groep spelen en een uur of 2 sans checken. Dan, check, dat is. Ja, dan. Sandwich. Nee, dat doe ik niet graag. Maar dan voor de rest optreden, dan nog een pintje drinken. Een duvel, dat moet er wel zijn, of anders wordt er niet opgetreden. Hè. Een duvel. En ik heb ergens ook een kilo gehakt geleden. Een kilo gehakt, ja. Ik vraag altijd duvel en sandwich met preparé. Duvel en sandwich met preparé. Ja, dat zijn ook wel twee heilige dingen natuurlijk. Hè. Dat gaat nog in. Er zijn nog geen blaaskaken, als je dat vraagt. Nee, dat is waar. Dus ik al zie dat je andere mannen subiet ook eens vragen en zo. En opblaaspoppen en zo. Dus, Er zijn nog een heleboel die ook wat op hun rider hebben staan die aan het toeren zijn. Dus we gaan eens even horen wie dat zijn bij het Comedy Nieuws. Henk Rijkaard is aan het toeren met zijn voorstelling, Maker. Heeft daar ook 5 sterren voor gekregen. Ja, sterren, dat klinkt al zo. Voilà, we zijn... Iedereen verdient 5 sterren eigenlijk. Hè. Elke komiek die iets doet... Ja, verdient 5 sterren voor zijn input en zijn energie dat hij erin zit. En zo. Ja. Dat is natuurlijk niet eerlijk ten opzichte van de zangers en de theatermakers, die dan 1 of 2... Mm. Terwijl alle komieken, als je de standaard moet geloven, zitten wij in een land met topkomieken. Hè. Dus op 3 maanden tijd hebben we hier 5 sterren recensies al volgend jaar. Dus, Hetzelfde voor Thomas Smit, inderdaad, de Jaren van Verstand, ook 5 sterren. Thomas Smit, ja. Ja. Wereldklasse stond erop. Hè. Wereldklasse? Wereldklasse, ja, absoluut. Ja, dat kan zijn. Ja. Ik spreek daar niet tegen, maar... Maar ik vind die recensies in de standaard al grappiger dan de show zelf. Buitenlandse comedians. Aziz Ansari komt naar Amsterdam, Berlijn, Parijs. Ja. Kent je hem? Nee. Het is een Amerikaanse stand-up. Heeft ook via Netflix is zijn hoofd vooral veel te zien. Heeft ook in een serie meegedaan. En stand-up comedy ook dat hij brengt. Dus die toert met zijn show. En het dichtste bij dat wij hem gaan vinden is in Amsterdam. Voor de rest zal het een ticketje naar Berlijn of Parijs worden. Jonge kerel nog. Jonge kerel nog, ja. Ja. Zeker de moeite waard om eens te checken. Maar ik zei het nog, jij gaat mij wat dingen moeten bijbrengen, maar als het om de jonge buitenlandse comedians gaat, dan is het misschien meer onbekend terrein voor u, dat weet ik niet. Nou, ik volg Netflix wel af en toe. Hè. Ja. Ik heb wel periodes, ik zo een week of 3. Ook wel veel comedy op, natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Dan heb ik al veel shows gezien van Amerikanen. En, zo. En dat is ook allemaal bijna een uur. Het is tijd voor de tip van Tom. Goed, Elisabeth. Breng eens met uw mooie stem onze tip van de week. Met mijn mooie stem, dat nog. De tip van Tom van deze week is Rich Hall. Ik weet niet of je die kent, Raf. Ken ik, ja. Van waar ken je die? Een Comedy Casino. Ah, ja. Bij Patrick de Witte, die was dan toe special guest. Was je daar bij die opnames aanwezig? Ja, ja, bij die opnames aanwezig. 2 keer heeft hij geweest, geloof ik. Ik denk het wel, ja. Kon geweldig improviseren. Dat was bijna compleet zijn act. Was gewoon de mensen uitkakken. Of een geweldig tempo. En dat was indrukwekkend, ja, inderdaad. Mm. Die heeft dan ook opgetreden op het Comedy Casino Festival, denk je. Dat was eigenlijk de eerste keer dat hij dan zo voor het Belgisch publiek zonder tv-camera's heeft opgetreden. Maar die heeft nadien nog een aantal keer in België opgetreden. Het Zuiderpershuis een aantal jaar geleden, een jaar of 4, 5 geleden. En dan een jaar of 2 geleden in Narenberg ook nog. Ja. En die laatste 2 keer heb ik mogen doen. En dat is zo'n fijne mens. Dat is eigenlijk een hele zure, ironische, sarcastische mens. Maar ik ben er nadien pinten mee gaan pakken. En die interesseert zich eigenlijk in niks en in alles. Dus die zit daar, die drinkt zijn pintjes en die babbelt wel. Ja. Maar je weet niet of hij zich amuseert of niet, maar eigenlijk is dat wel een hele fijne mens. Ja. Wacht, dat was ook zo'n raar ding aan het einde. Dus die zit daar en je weet niet of dat... Maar het is een hele fijne mens, ja. Maar zegt ook niks of zo. Van... Ja, kon je zeggen, komt er weer klank zo. Dat is een beetje aan strafkoppers, hè. Die vraagt zo wat vragen, maar je hebt zo niet het gevoel... Heeft hij zijn suikerwafel opgegeten vandaag of niet? Is hij nu gelukkig of niet? Ik heb geen idee. Maar hij is wel geïnteresseerd. En we zijn daar in een cafeetje, naast de kathedraal, zijn we wat pintjes gaan pakken. Belgisch bier gaat altijd goed binnen met die mannen. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk heel fijn, een fijne avond. Zo. Een goede voorstelling ook toen. Patersvaatje zeker. Patersvaatje. Maar het is niet vermoeiend als je op café zit.
Het is niet dat je constant moet aandacht geven aan zijn verhalen, van zijn bezonjes of zo. Het is, nee, het is rustig. Vlak, nee, op dat vlak is dat in een heel down-to-earth zelf, de mens die altijd zijn plan trekt. Ja, ja. Bijvoorbeeld, een van de dingen die hij belangrijk vindt, hij wil graag een hotel met een fitness. En de eerste keer wisten we dat niet. En dus het hotel had geen fitness. Ja, ja. En dan hebben we nog geregeld dat hem ergens in een fitness dingetje nog een uurtje kon gaan sporten. En zo, jammer, ik vind mijn weg wel. Die trekt zijn plan. En die vindt ook niet erg als hij hem niks te vertellen heeft, van oei, ik heb niks te vertellen. Dan vertelt hem niks of zo. Maar ja, ik stel ook vragen eraf. Dus nou ja, stel vragen, ja. Ik had vroeger komen die casinos, en bij tijd ging dat met Patrick de Witte weg en met Nigel Williams en zo, maar dat waren dan denk ik, wat een domme kloot ben ik. Die mannen met constant van alles te vertellen en die weten over van alles, zo, dingen te meningen. En dan denk ik, ik kon er totaal niet meer mee met die gasten. Dus maar ja, die doen misschien gewoon interessant, maar dat wil ik nog niet zeggen dat ze... Je moet dat wel kunnen, kinderen. Ja. Ik denk wel van tijd, als ik aan een toog zit of met mensen in gezelschap, ik heb eigenlijk niks. Ik ben een saaie piet, ik heb niks te vertellen. Het enige wat ik soms denk ik over zaken na en dan schrijf ik dan op en dan maak ik er een show van over de rest. Ja. Maar Rich Hall doet dat ook? Ja, wel, dan ben ik content dat dat bestaat. Ook, als ik een man... het leuke van Rich Hall is, en daarom vind ik het ook zo leuk dat jij nu hier vanmiddag gezegd eraf, is de, wat ik niet wist, maar ik heb ook maar net ontdekt, is dat in 2004 heeft hij... Dat is ook een politieke comedian, hè, dus die doet heel veel observatiecomedy, die moet heel wat politieke comedy. Hij heeft in 2004, naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, ook een conferentie gemaakt, puur alleen maar voor de, rond de politiek en rond de verkiezingen. Ja. Dus dat is wel zo iemand die maatschappij kritische dingen toch wel niet negeert. En dat vind ik wel heel leuk, want dat is, het verhaal van Rich Hall is eigenlijk, die heeft vroeger, en nu gaat dat lachen, hè, maar toen hij zijn job was, orkanen een naam geven. Ja. Dat was een job. Ja, maar zalig toch? Dus die werkte voor het KMI, maar dan in Amerika. Ja. En die zijn job was... Geef orkaan een naam voor de orkaan. Dus, en dat heeft hem dan wel gedaan. Dus hem gestopt en heeft hem eigenlijk een wat comedy beginnen doen. Maar echt als een straat. Hij zal dat waarschijnlijk wel een beetje geblend hebben. Dat weet ik niet. Dan moet ik eens navragen binnenkort hoe dat juist gegaan is. En hij is dan zo, heeft hij een alter ego ook gefabriceerd. Dat was een veroordeelde countryzanger. Mm-hmm. En dat is Otis Lee Crenshaw. Ja, die is wel met zijn nummers. En dat is ook een countryzanger, dus ook met een band, dat reed ook op. Hij heeft daar een award gekregen in Edinburgh en is eigenlijk zo beginnen doorbreken. Was eerder doorgebroken als Otis Lee Crenshaw dan als Rich Hall. Ja. Maar ondertussen bestaat dan nog altijd wel dat karakter, want dat is een karakter, dat bestaat nog altijd en die doet daar nog wel wat dingen mee. Minder frequent nu. Treedt nog altijd op met zijn country muziek in Amerika en Engeland. Is ook getrouwd met Engelsen, dus hij heeft ook een heel goede carrière in Engeland. Dus hij is erin geslaagd om eigenlijk na het namen geven van orkanen eigenlijk twee comedy carrières op te richten door enerzijds... Ik vind dat ander ook al een carrière, zo. En ook nog buiten landsgrenzen, want hij is een Amerikaner trouwens. Ja, ja, ja. Maar heeft in Engeland een heel goede carrière. Heeft ook ondertussen 2 Emmys gewonnen. Dat wist ik dus ook niet. Maar heeft ook 2 Emmys gewonnen. En op basis van wat is dat dan? Een Emmy is wat is er goed aan Rich Hall, wat dat een ander niet heeft, bijvoorbeeld? Ik vind die is heel sarcastisch. Ik vind dat heel ironisch ook nog. Dus het zijn maar ze zijn er wel veel, hè? Ja, maar wel heel scherp. Dus hij heeft, ik kan me herinneren, een paar jaar geleden op de voorstelling, ook een lied geïmproviseerd naar aanleiding van iemand die iets zei. Pakte de gitaar en improviseerde een volledig lied. Dat was ook nog een heel goed lied. Misschien is dat een gimmick die het wel meer doet, dat weet ik niet, maar het komt toch heel spontaan over. Ja. Zijn humor, die staat er een beetje als een Nors mannetje. Ja, ja. Ik weet dat ze irritant is. Allee, hij is wel een rare stem, zo. Ja. Precies een zag. Ja. Ja. Die Tennessee stijl, zo. Ja. Maar dat pakt wel. En door de afstand die je creëert en de punchlines die hem erop zet, ik vind dat altijd heel fijn om hem bezig te zien. Rich Hall, ja. Ik vind het een topkerel. Ik ben blij dat het nog eens terugkomt. Dat wordt 65, dus dat zal niet blijven toeren. Mm. Maar, 65? Dat zou hem wel niet nageven, maar ja, is met je fitness misschien. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Er is nog 20 jaar, hè, professor Vermeers geweest. Ja, zoiets. En een leuke ferivair is het personage Mo van
The Simpsons. Mm-hmm. Is gebaseerd op Rich Hall. Mm-hmm. En dat is bevestigd ook. Dus dat is niet alleen een stadslegende, maar dat is ook effectief waar. Nee, inderdaad. Ja. Het is niet slecht, denk ik, om te kunnen zeggen dat een van de personages van The Simpsons gebaseerd is op jezelf. Dan heb je toch al iets gepresteerd. Amai. En dan nog eens al die stormen moeten betitelen. En al die prijzen. Die mens heeft het gemaakt in zijn leven. Ja. Dus iedereen komen kijken en nadien met Richard op café. Maar wanneer nu? 8 februari in Den Arenberg in Antwerpen. Dat moest ik horen. Maar eerst 30 januari komen kijken. Ja. Voilà. In het Zuiderpercijs. Op een week tijd. Ja. Kan niet slecht. Twee norste komieken op aarde. Ja. Wel, maar misschien zo op café trekken samen, hè? We gaan niks geven, hè. Jullie gaan daar met twee gewoon zitten. Ja. Beetje tegen elkaar zitten zuchten. Maar als ik op café zit, moet ik terug weer nadenken en moeten beginnen teksten verzinnen. Hè? Ja, dat is waar. Ja, ik kan nu al over die orkanen beginnen. En dan zijn we weer een kwartier verder. Ja. En dan bestellen we een pintje. Dat is nog eens 5 minuten. Maar wie weet, als jullie met twee op café gaan, verschijnt er zo ineens zo'n mega zwart gat in het universum en dan verdwijnen we daar allemaal in. Zo. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat is te moeilijk al. Kan ik niet doen. Voilà, dat was het. Rich Hall, dankjewel Tom. Met veel plezier. En dan mag ik nog tickets weggeven. Lieve Scherre staat op 6 februari in de Arenberg. En de vraag is, wat zijn de favoriete koeken van Lieve Scherre? Zou jij het weten, Raf Koppes? Ja, bij de koekhandel van Lucas Lely kun je dat weten. Hè? Ja. De favoriete koeken. Ja, croissants. Mensen... Ja. Als je luistert, je kan tickets winnen door gewoon een mailtje te sturen met het antwoord naar podcast@livecomedy.be. Raf Koppes denkt croissants. Maar, ik assimileer dat toch met Lieve Scherre, croissant. Ja. Mm-hmm. Ik zie dus ook bij de bakker binnenkomen en zeggen, 10 croissants voor mij. Ja, dat is waar. Dat is waar. Dat kunnen, ja. Lieve Scherre, zijn favoriete koeken. Dat is de koek waar ik in mijn... Dat bij mij tevoorschijn komt. Maar koekjes, hè, zodat je bij de koffie krijgt. Ja, koekjes bij de koffie, ja. Marsepein, denk ik. Marsepein. Iets van marsepein. Okay. Ik weet niet of we kunnen vertrouwen op uw tip, maar het kan een kans geven, hè. Ja. Zeg, succes. Zeker. Met de show. Shows die eraan komen. En geniet, hè, van... het volk dat speciaal voor jou komt kijken. We zullen ons best doen, hè, maar ja. En een schepje fierheid. Een avondshow is altijd goed, dus... voilà. Zolang als we mogen spelen... Maar zo bescheiden moet ik niet zijn van als we maar kunnen optreden. Nee, je moet liefst zoveel mogelijk en zoveel mogelijk volk. Ah ja, ook, maar... het is dat. Omdat het goed is ook, hè. Voilà. Omdat het goed is, ja, waarschijnlijk. Als jij het zegt, nu ben ik... overtuigd eigenlijk. Ja, want mijn psycholoog daar nog 60 euro voor geven. En ik geef u 5 sterren. Voilà, wat denkt u daarvan? 5 sterren voor de komiek, dat krijgt iedereen al. Hè. Ja. Dat krijgt Thomas Smit en Michael van Peel al.